Dames en heren, er staat weer een geheime kist. Altijd als er wat is in mijn kasteel, als er iemand iets achter wil laten, is het of in de troonzaal of op dit gekke plekje hier. En ik weet niet waarom dit plekje, maar ik heb het wel altijd door. Dus misschien is het daarom dat plekje. Maar wat leuk dat jullie er zijn. Voordat deze video begint, abonneer even. Ja, dit moet jij doen. Precies dit, je hebt de keus. Reageer even. Ik, met jouw naam, ben geabonneerd om deze reden. En dan met de reden, vind ik leuk om te lezen. En we gaan voor 4000 likes. Al liken jullie niet, kom ik je opzoeken. Oké, jezus. Wow. Ik denk ik open hem even casual, deze kist, maar... Wow. Wat zit hier allemaal in, hé? Een aanbod bij... Oh, nou wacht even. Voor mijn hele inventory zit vol scheid. Die ga ik even legen en dan ga ik even kijken wat het... Ja, wat het allemaal is. Jezus, ik ben helemaal even van mijn apropos. Dat dure woord, apropos. Oké, wat heeft dit allemaal te betekenen? Een aanbod. Geachte koning Walnut. Ik ben druk in mijn eigen koninkrijk bezig om alles op te ruimen. En ook weer nieuwe dingen te bouwen. Nu kwam ik bij het opruimen in een speciale kist al deze armor tegen. Ik dacht direct, die kan ik wel schenken aan u koning Walnut. Kijk, dat is nou leuk om te horen. Ik heb zelf al gewoon goed armor en dacht dan kan u deze zeker gebruiken in het aankleden van uw kasteel. Dat is absoluut waar ik het ook voor wil gebruiken. Trouwens, valt me op. Moet je zien, jongens. Kijk, mijn haar hier. Achter mijn pet. Ik moet weer naar de kapper. Er zit een plukje. Wel zou ik hiervoor één klein dingetje willen vragen. Namelijk of ik in ruil voor dit armor ook een mooi huisje mag hebben in uw kingdom. Zo niet, dan wil ik alle armor weer terug hebben. Oké. Maar het zou vast geen probleem zijn, toch? Het lijkt mij namelijk erg gezellig daar. En dat is in ieder geval leuker dan hier helemaal alleen in het oosten. Of in mijn oosten, in mijn uppie. Ja, je bent wel helemaal alleen daar. Hè? Ja, en met Noah. Maar Noah is er niet meer zoveel. Ik hoor wel of het doorgaat of niet. PS, ik kan desnoods ook een eigen huisje bouwen, hoor. Met vriendelijke groet, Anne. De Zantex. Anne. Laten we eerst even evalueren of jouw offer wel grootschalig genoeg is om een plek te bemachtigen in mijn koninkrijk. Nee, dat is het absoluut. Dit offer wat jij hier brengt, dat is echt meer dan genoeg. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. Laten we alles in ieder geval meenemen, jongens. Want ik ga dit zeer zeker gebruiken om aan te kleden in mijn kasteel. Ik ga gelijk laten zien waar. Wij hebben namelijk dit prachtige plekje hier. En ik moet omhoog bouwen met crafting tables. Een beetje primitief, maar... En daar kunnen wij dit helemaal opploppen zo. En dan hetzelfde geldt voor deze. Kunnen wij ook alles oploppen. Oh, Anne, wat doe je me aan? Wat een goed geschenk van jou dit, hé. Kijk nou, dit ziet er toch veel beter uit. Dankjewel, Anne. En dan deze kunnen eindelijk ook weer aangekleed worden. Die waren heel lang kaal. Zo, hoppakee. En dan natuurlijk, last but not least, deze hier mogen ook weer kleding hebben. Oh, wat fijn, want het kost zoveel onzin, jongens, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, die armor setjes. Maar wat fijn om dat gewoon weer netjes te hebben. Dat er verspreid door het kasteel lekkere... prachtige glimmende armor setjes staan. En name tags en heel veel eten en een paar bloemetjes. Anne, we hebben een situatie hier. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier de map van mijn kasteel openstaan. En het ding is, Anne, hier is inmiddels al gebouwd. Dit was een plekje vrij. Nou, Nathan die moet zelfs hier op het kerk bouwen. Nathan, wat je weg moet halen. En voor de rest, qua locatie hier misschien, maar dat zou echt een inimini huis worden. Voor de rest is er gewoon bijna geen plek. Alles is helemaal volgepropt. Kijk, je ziet, dit zijn allemaal te kleine plekjes voor huizen, dit. Als je dit bijvoorbeeld allemaal zo ziet. Ja, wat zou kunnen, is een beetje het gebouwgedeelte veranderen hier. Misschien dit uitbreiden hier, zodat er plek is om hier een huis te maken. Maar Nathan, die moet ik ook nog een plekje geven. Want ik moet wel, zeg maar, het feit dat hij die daar weg moet halen, moet er wel voor zorgen dat er een nieuwe ruimte is voor een nieuw huisje. Ligt ernaar, als je een groot huis wil, Anne, wat ik ook wel snap, ja, dan wordt het al helemaal moeilijk. Kijk, hier is ook nog plek. Op dit plekje, maar dat zou ook een klein huisje worden. Maar er is wel plek. Mag ik in ieder geval deze ruimte hier even de makeover geven? Zodat ik puur kan kijken of hier plek is voor een huisje voor Anne of Nathan. Oké, laten we even kijken. Dat gaan we denk ik dan zo gewoon doen. En dan zo. Moeten we het een beetje het pad hier uitbreiden die kant op, maar dat is niet zo erg. En dan wil ik het deze hoogte houden. Dus zoals dit. Dan dit allemaal ook weg hier. Dan wordt het ongeveer zo hoog. Hier ook nog iets bedenken. Even kijken of dit ongeveer kan. Heel gedoe om dit netjes te krijgen. Dit dan weg. Vullen we deze onderste laag even met dirt, zodat we daar steen op kunnen plaatsen. Vullen we het netjes op met steen. Dan vullen we dit netjes zo met stairs aan. Kijk, dat ziet er goed uit, jongens, zo. Zoals het hoort. Hier geldt een beetje hetzelfde. Vullen we deze mooie, prachtige randjes hier, zodat we er nog een beetje normaal naar kunnen kijken. Hetzelfde geldt voor hier. En dan nu, als ik hier zo kijk... Oh, daarboven mist trouwens alles nog hier. Wow. Moet je zien, jongens. Hier mist ook nog allemaal al deze gekke dingetjes zo. En dan moet het hier even een beetje
beetje netjes afwerken zoals dit op zijn minst. En wat doen we dan hier? Ik denk daar misschien leaves en hier walls. Want dan hebben we, ja, dan hebben we het verspreid. Dat doen we. Oftewel, wat ik net zei, hier doen we walls om het netjes af te werken. Zo. Hoppa. Oké. En dan hierboven deden we leaves. Zodat je een beetje een verschil hebt met wat wel netjes is en wat een beetje stedelijk is. En hopelijk heb ik daar genoeg leaves voor. Ja, nice. Nou, er is hier nu plek, Anne, voor een mini huisje. Zoals je wilt. Mag hier, ja, maar dat is wel klein. Dat vind ik een beetje lullig. Maar er is wel plek nu voor. Dit moet nu ook gelijk netjes gemaakt worden, dit gras. Daar kan ik ook gewoon vloer van maken. Dan kan er misschien een kraampje hier. Oh, dit zou zo echt een goed plekje voor een kraampje, hè? Om hier een kraampje te maken. Dat mag je sowieso doen, Anne. Kijk, hier mag je precies zo'n kraampje bouwen zoals we hier allemaal hebben. Kijk, we hebben hier verschillende kraampjes. We hebben deze, we hebben die, we hebben die, we hebben die. Kijk maar goed naar de stijl ervan en zo. En als je wil, mag je hier een eigen kraampje bouwen en dingetjes verkopen. Helemaal voor je eigen prijs. Ik heb zo'n gevoel dat ik hier nog extra ruimte kan creëren. Dus laten we dat ook gewoon even doen. Laten we dit een klein beetje verbouwen, zodat er meer ruimte is. Zo, hoppakee, dat ziet er dan ook netjes uit. En Anne of Nathan, ik weet zeker dat hier wel een huisje past. Als ik zo zit te gluren naar dit plekje hier, dit vierkantje, hier past absoluut nog een huis. Je kan zelfs een achterdeur maken hier en dan een soort ja, tuintje of zo hier maken. Weet ik van wat je hier wil. Of water maak je ervan, een slootje. Verzin het. Er is in ieder geval genoeg ruimte nu om hier een huisje te creëren. Kijk maar wie er van jullie sneller is, want er is daar ook nu een klein plekje. Ben ik toch ook weer een goede koning, hè, dat ik dat regel. Desnoods mag iemand hier ook ondergronds wonen. Pas op dat je niet onder Maurits' huis komt. Of Maurits wil dit claimen als ingang naar zijn grot onder zijn huis of zo. I don't know. Zoek het zelf maar uit. In ander goed nieuws. De schildpadden zijn uitgekomen. Alleen ze zijn in een bootje vastgezet. Dus ik denk dat ik het bootje even weg moet halen. Ah, zonder de schildpadden pijn te doen. Nee. Hoe doe je dat? Oh, maar deze. Hoe ga ik deze, dit weghalen? Oké, jongens, ik heb de hitboxes aangezet. Ik kan nou niet zien wat de hitbox is van de boot. En wat die van de schildpad. Volgens mij is dit die van de van de boot. Dat witte lijntje daar. Dus laten we kijken. Ik kom er niet op. Ik kom er niet op. Oh, wat ontzettend vervelend. Oké, laten we kijken of we alleen het witte lijntje raken. Oh. Ga stuk, ja! Oh, ze zijn vrij, jongens. Wees vrij, doe je ding. Doe lekker jullie ding, zwem rond. Heb een grote mond. Jongens, moet ik deze guys name tags geven? Ik heb er namelijk toevallig 2 gekregen van Anne. Wat ik besef nu echt heel toevallig is. Alsof het zeg maar meant to be, alsof ik het ingecheat heb zelfs. Dus ik, ja, ik ga niet eens jullie vragen. Ik moet wel gewoon namen geven aan deze guys. Cornelis met de U en Anton. Dan hebben we Anton Cornelis, jongens. Anton Cornelis. Ik weet uiteindelijk dat je Cornelis niet zo schrijft, maar ik vind het helemaal prima. Hoppakee, en Anton is geboren. Waar is Cornelis? Waar ben je? Cornelis, waar ben je? Kom eens knul. Ik weet dat je daar zwemt. Kom eens hierheen. Kom maar. Oh, ik heb een lekker snoepje voor je. Waar houden schildpadden van? Ik heb 7 hier. Nee, ik heb bubbels. Ik ga tot 3 tellen hoor. Bij 3 ben je hier. 1, 2, 3. Oké, nou ben ik het zat. Nu gaan we er gewoon op af. Waar ben je? Cornelis. Cornelis, wat zijn we aan het doen? Oh ja, nu kom je deze kant op zwemmen. Nee, zwem maar weg wat je wil. Ik pak je wel hoor. Hier, 1 en 2. Hoppakee. Ik snap dat je niet Cornelis wil heten, maar het so be it. Ja, het zijn nu Anton en Cornelis. Laten wij weer even onze spulletjes leeggooien. Want we hebben wederom weer veel te veel troep bij ons. Via onze nieuwe wenteltrap klimmen wij omhoog. Het boekje van Anna gaat in het archief. En dan voor mijn volgende truc. Dit hofje hier, jongens, ziet er niet uit. Het is helemaal kaal, helemaal grijs, helemaal grauw. En ik loop er elke aflevering minimaal 1 keer doorheen. Het kan gewoon niet langer. Ik heb allemaal groene dingetjes bij me. Weet ik wat allemaal. Ik ga hier een tuintje creëren. Ik ga hier een tuintje in mijn hart creëren. Maar alleen voor jou. Laten we dat even een make-over geven. In 3, 2, 1. 4000 likes, anders kom je opzoeken. Waarschijnlijk was dat echt een mini kleine timelapse, jongens. Maar het was het wel waard. Want het ziet er nu even wat leuker uit. Ik heb een tuintje toegevoegd. Nog steeds in jouw hart. Spijt me wederom. Met een paar grasplekjes hier ook natuurlijk. Gewoon om een soort pad te creëren. Dan heb ik diepte erin toegevoegd. Wat random details. Hier kan je nu natuurlijk nog steeds naar binnen. Maar is niks. Wie weet dat ik hier ook wel een huisje voor iemand kan maken. Dat ik gewoon ooit een keer zeg. Hey, hier mag iemand wonen. Gewoon Nathan. Nathan, weet je, als jij hier wil wonen. Dan mag jij hieronder wonen. Mag jij je eigen grot onder mijn kasteel bouwen.
door. Doe je ding. Voel je thuis. Je mag hier onder mij wonen, oké? Okay? Dan verder, hier hebben we ook dit nog. Hier wil ik een keer de kerkers maken. En dan hier, door het tuintje, loop je nu ook hierheen. En dan heb je hier ook nog een hele ruimte waar ik iets mee kan. Dus misschien, ik weet het niet, als iemand hier wil wonen, ga je gang. Ik weet niet wat ik er anders moet maken, maar de ruimte is er in ieder geval. En hier is het verlaagd. Kijk, ik heb het hier ook nog een beetje verlaagd om diepte toe te voegen. Plop, dat je omhoog loopt. Ziet er leuk uit. Voelt goed. Voelt lekker. Maar goed, jongens, laten wij heel even naar Frederik zijn dingetje gaan. Even kijken of Fred daar te vinden is. Want ik wil aan Fred een paar klusjes geven. Misschien dat Fred even voor mij wil werken of zo. En ik weet dat Fred ook die hotelkamer heeft. Maar Fred vertelde mij dat hij toch weer naar beneden ging hier om eventjes wat dingetjes te doen. Misschien de laatste dingetjes in het lab of zo. Ik ben benieuwd. Het blijft altijd eng om hier naar beneden te gaan. Ik ben benieuwd wat het is. Oeh, en ik moet natuurlijk die dingen nog verzamelen voor Fred. Wow, dat was ik helemaal vergeten. Berendina, het spijt me. Het spijt me, Berendina. Ik ga dat regelen voor jullie. Dit doet niks, toch? Neem ik aan. Nee, ik wou net zeggen. Ik schrok al. Oh, maar hieronder zit volgens mij ergens nu Berendina. Fred, zit je hier in de afvalruimte? Waar ben je? Fred? Hier stond Fred vorige keer, maar hij is er nu niet. Ah, lava. Jesus Christ, daar moet ik voor oppassen. Fred. Fredje. Oh, trouwens, misschien is hij wel gewoon bij de raketkamer hier. Oh, in de robotkamer. Duh. Jongen, dat zou hij waarschijnlijk als hij ergens te vinden is. Wat is hier gebeurd? Fred, wat heb je gedaan? Huh? Hij heeft... Oké, Fred heeft dus, denk ik, van Frederik's raketkamer een soort plant. Ja, een soort tuintje gemaakt met een vogelverschrikker. Ik moet toegeven, hij maakt het wel netjes. Het was hier één grote puinhoop natuurlijk. Hij moet nu natuurlijk dit misschien nog even netjes maken. Maar ik ben benieuwd wat hij hier verder mee gaat doen. Oh, nee. Nee. Fred, wat heb je gedaan? Oh, jongens. Wat heeft Fred gedaan? Allemaal robots. Fred heeft als... Nee. Ik denk dat Fred zichzelf gedupliceerd heeft. Oh, Fred. Nee. Kijk, al die robotjes hier. Oh, my days. Ik ben Fred. Oh. Fred? Ja. Welke ben jij? Fred. Deze. Ja, waar is deze? Fred, kom eens hier. Ik heb een moertje voor je. En een schroefje. En olie. Ik heb hele lekkere olie, Fred. Ben jij het? Ben jij de echte Fred? Nee. Ben jij de echte Fred? Nee. Ben jij de echte Fred? Hallo? Fred? Fred? Ben jij het? Nee. Jawel, hè? Jawel, hè? Nee. Fred, kom eens hier, dit ben jij. Nee. Ik dacht legit dat jij dit was. Deze was anders belicht of zo. Oh, Fred, ik schrik me helemaal kapot. Ik dacht dat jij... Oh, ik ben wat, Fred. Wat heb je gedaan? Waarom staan er overal Fredjes? Netjes. Ja, waarom staan er overal Fredjes? Ik heb ze uit de kelder gehaald. Er waren al die tijd al meerdere. Dit zijn alle mislukte modellen. Maar ze lijken precies op jou. Dus ik ben ook mislukt. Nee, jij bent niet mislukt, Fred. Hé, wacht even. Maar wat ben je van plan met ze? Waarom heb je ze eruit gehaald? Wat ga je met ze doen? Hulp. Nop? Hulp. Oh, hulp. Hulp? Voor wat? Alles wat nodig is. Oh, oftewel... Kunnen ze steen hakken? Ja. Kunnen ze hout hakken? Ja. Kunnen ze farmen? Nee. Hoezo niet? Water. Oh, water, dat is gevaarlijk voor ze, zeker? Ja. Oké, dus water en farmen is geen optie. Werken ze al? Of... Hé, waar ga je heen? Fred? Hallo? Fred, waar ga je heen? Moestuin. Ja. Ik dacht dat het niet kon. Hé, dit is de vlag van Nederland trouwens. Dat klopt. Hoezo? Vlaanderen. Fred, ik vind dat je helemaal opleurt. Flirt. Net als de bloemen. Ja, net als de bloemen. Ja, ik vind het leuk voor je. Ik vind het leuk. Alleen die robots. Dat zijn niet van die robots die dan ineens de wereld overnemen en zo, toch? Nee. Weet je het zeker? Nee. Oké, Fred. Moet ik helpen met iets? Ja. Met wat dan? Ja. Moeten ze naar boven of... Uiteindelijk wel. Nu nog niet. Nu nog niet. Moet ik iets... Ik moet die dingen voor je halen natuurlijk nog. Hè, zodat we Berend en Berendina kunnen terughalen. Ja. Oké, als ik dat nu ga doen, dan wacht jij hier op me. En dan kom ik zo met al die spullen terug, oké? Weet je het nog? Ik weet het nog. Ik hoop het. Weet jij het nog? Nee. Oké, nou, ik weet het nog. Komt goed. Ik ga het nu gelijk halen. Ik ben met 10 minuutjes terug, oké? Zo moeilijk was het niet. Nee, tot als in... zo. Oh, oké. Ja, tot zo. Oké, jongens, laten wij snel alles even ophalen wat Fred van ons wil. Want hier is de flashback van wat hij allemaal voor ons vroeg. 1 glasblokkel. Oké. 1 bot. 1 bot. 1 konijnenvoet. 1 konijnenvoet. 1 rode paddenstoel. 1 rode paddenstoel. 1 slijmbal. 1 slijmbal. 1 vieze potato. 1 vieze potato. 1 keer redstone. 1 keer redstone.
Eén keer een glas met honing. Eén keer een glas met honing. En één keer een piston. En dat is het. Dat is het geheime recept. Oké, jongens, het is dus niet heel moeilijk of veel of weet ik voor wat ik allemaal moet collecten. Ik heb in ieder geval even wat glas nodig voor glass bottles, zie ik nu. Nou, ik geen idee waar het ligt. Dan pak ik in ieder geval even één bot. Dus check. Een rabbit's foot. Ik weet niet of ik die heb, eerlijk gezegd. Nou, ik weet wel dat ik die ook mee moet nemen. Zo'n vieze dinges moet ik meenemen. Eén redstone moest ik meenemen. Leg wat allemaal even hier zo. Eén slijmbal moest ik meenemen. Rabbit's foot moet ik dus misschien bij iemand gaan lenen. Een piston, die heb ik nog. Oh, hier heb ik ook glas. Stop. Kijk, dan kan ik met dit drie glas hier, kan ik een glass bottle maken. Ik kan er zelfs drie maken. Maar dat gaan we niet doen. Dat vind ik een beetje overdreven om er drie te hebben. Zo. Oh, ik heb trouwens wel nog één nodig, maar met honing erin. Oké, ik moet dus nu nog een glass bottle met honing erin. En een rabbit's foot. Nou, ik denk dat de rabbit's foot mag ik misschien wel van René hebben. En een honingbottle. Ik heb hier ergens nog allemaal van die dingetjes staan, jongens. Wacht, heb ik een kampvuur nodig? Anders worden ze mad. Of niet? Worden ze dan mad? We gaan gewoon het risico nemen met die bijtjes. Oké, jongens, hier heb ik dit. Huh, waar zijn alle... bijenkorf heen. Huh? Mijn bijenkorven zijn gestolen. We hebben een dief. Oké, ik hoor net van René dat zij de dinges mee heeft genomen. Oh, maar René, dit staat op 5. En dat is namelijk hier. René is hier namelijk een nieuw beehive huisje aan het bouwen. En het ziet er van binnen echt heel leuk uit. Als je dit zo bekijkt, dit wordt echt, ja, gewoon een typische beehive. Maar het blijkt dat daar ook juist, daar zijn ze. Oh, maar ze zijn wel allemaal al leeg. Oh, ze zijn niet leeg. Oké, okay, kan dit? Nee, dat kan niet. Auw! Ah, sorry bijtje. Sorry. We hebben in ieder geval wel een honeybottle, dus dat komt goed uit. Oké, nu hoeven we alleen nog maar een rabbit's foot te hebben. Dus laten we even kijken of Floor die misschien heeft. Oh mijn god, niemand heeft dat. Meen je dat? Moet ik nou serieus naar de desert gaan om er eentje te killen? Ik heb ook al bij René gekeken en die heeft het ook niet. Oh nee. Moet ik weer zo'n hele lange vlucht maken? Mag spannen hier ook rabbits? Volgens mij, ik weet dat die sowieso in de desert spannen. Of die in savanna spannen, weet ik niet. Ah boei, we gaan wel helemaal door naar de desert. Kijk, die is hier al. Die is gelukkig niet zo ver. Althans, soms doe ik alsof hij heel ver is, zoals net. Maar eigenlijk valt het wel mee. Oké, hier ga ik sowieso konijntjes vinden. Kan niet anders. Ja, kijk, daar hebben we er al een. Hallo. Hier komen. Het is niet gelukt. We moeten er helaas meerdere pakken, jongens. Hoe lullig het ook voelt. Maar ik heb zo'n rabbit's foot nodig. Hoe kom je er überhaupt aan? Oh, een babytje. Meestal vermoorden die dingen zichzelf al. Kijk maar, let op. 1, 2. Kom op, spring in de klif. Maak het leuk. Kom hier. Niks. Niks. Hier komen. Hier komen. Oh mijn god, ze zijn wel heel vervelend om te hitten. Jongens, ik heb er nog een 1 gekregen. Ja, volgens mij, ja. We hebben er 1, een rabbit's foot. We kunnen naar huis. Laten we gelijk terug gaan naar Fred en alles aan hem geven. Zo zijn we weer aangekomen. En dan gaan we het bochtje hier omheen. En dan komen we mooi weer hier uit. Oké, ik heb alles. Ik heb zelfs dit. Wat hoor ik? Fred, wat ben je aan het doen? Oh nee, ik hoor allemaal geluiden en muziek. Laten we snel naar beneden gaan. Oh, Fred. Fred! Ik ben Fred. Ja, jij bent Fred, ik weet het. Hey, ik heb alle ingrediënten. Ik heb deze en ik heb deze. Alles wat jij nodig hebt om Berend en Berend... Oh, je hebt Berendina zelfs al teruggebracht. Alles wat je nodig hebt om ze te herstellen. Ik weet niet waarom je zoveel troep daarvoor nodig hebt, maar doe je ding. Breng ze terug. Oh mijn god. Lekker. Waarom neem je hem nou? En waarom heb je piston nodig? Wat ga je met die piston doen? Eten. Zo terug. Huh? Fred, wat is je aan het doen? Hij plaatst hem gewoon in het rommelhok. En hij plaatst alles in het rommelhok. Wat doet hij? Hij gooit het weg! Fred, ik heb al die dingen voor jou moeten... Oh mijn god. Fred, ik heb dat allemaal moeten verzamelen. Wat doe je? Wat? Wat was je aan het doen? Ik heb jou allemaal ingrediënten gegeven en dan... En nu? En nu? Hoe ga je ze daarmee redden? Ik vond het gewoon lekker om zelf een keertje op te eten en soep van te maken. Ik ga ze nu wel redden. Oh mijn god, nee. Nee. Oh mijn god. Jongens, het kon wel gewoon met... Oh. Fred, het proces is gestart. Fred, waarom zei je dat niet? Ik vroeg het nog aan je. Het kan toch gewoon met een potion en een golden apple? En dan kom jij met allemaal troep aan. Is geen troep, is lekker. Ik haat je echt, Fred. Echt waar, af en toe. Maar, oh mijn god, ze is zijn... slecht. Ze zijn nu aan het herstellen. Haten is niet goed. Nee, haten is niet goed. Ik hou van je, Fred. Ja. Wat? Ja. Maar dit kon ik zelf dus ook, in principe. Nee. Waarom niet? Geheim. Ik heb letterlijk gezien hoe je het deed. Oh mijn god, echt waar. Jongens, even voor de duidelijkheid. Fred zei tegen mij, nee, het kan niet met een potion. Splash potion of weakness en met de golden apple. Ik moest allemaal troep halen.
Sorry, Fred. Hallo, ik ben Fred. Fred, weet je, laten we heel even wachten tot ze genezen zijn. Auw. Auw. Fred, wat, Fred. Fred, wat heb je gedaan? Is er geen douche waar je onder kan staan? Klaar. A few moments later. Fred, het is gelukt, maar ze zijn wel kaal, baanloos, moet ik zeggen. Je bent zelf kaal. Nee, ik ben... En baardloos. Oh, ik ben ook... Ja, jij hebt eigenlijk wel gelijk. Maar ze zijn, jongens, Berendina zijn baanloos. Dat is wel een beetje jammer. Want waarschijnlijk zijn hun goede deals zijn dan ook weg. Maar dat komt omdat ze zombie zijn geworden. Dat vind ik best wel sneu om te zien. Dit vind ik best wel sneu, Fred. Ik ook. Laten we ze... Dat jij weer mens wordt in plaats van paard. Hoe jij er dan uitziet. Hoezo? Ook kaal. Ik loop toch hier? Ja. Hey, laten we Berendina en Berend heel even hier achter, jongens. Dan geven ze even een dagje de tijd. En dan wil ik ze volgende aflevering eruit halen. Hey, Fred! Niet doen. Ja. Niet doen. Nee, geweld is nooit de oplossing. Geweld is nooit de oplossing. Ga jij zorgen dat zij even een beetje weer hunzelf voor hun oude zelf. En kijk maar wat je kan regelen met die mooie robotjes van je. En let goed op je moestuintje. Ik moet weer naar boven gaan. Ik heb het druk. Waar ben je? Oh, daar ben je. Oké? Okay? Oké. Okay. Dus dan... Ik ga denk ik zelf naar boven. Ik wil niet via dat ding. Oké? Okay? Zeker weten. Zeker weten. Oké. Okay. Dag Fred. Dag. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Tot de volgende keer. Fred. Jongens, voor nu ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat zeker even in de reacties jouw favoriete moment weten van deze video. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is het vorige content 2.0. Heb je hem nou gemist? Dan moet je hem gewoon even kijken. Het is een heel mooi deel. Leuke dingen gebeurd. Goeie toeien. En dan nu spreek je laat glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!